Dames en heren, welkom bij deze speciale Disneycraft quiz. Met vandaag presentator Leroy Mijns. Hallo, hallo iedereen. Vandaag gaan wij een heel leuk spelletje spelen met elkaar. We hebben hier aan de rechterkant onze lieftallige Belgen, Gilles en Pieter. Hallo. En aan onze linkerkant hebben we onze geweldige Nederlanders Robin en Irma. Hallo. Nou, stel jezelf even voor, wat is Team Nederland? Wat doen die? Wat gaan die doen vandaag? Kaas eten. Kaas eten? Ja, dat is een leuk idee ook. Stroopwafels eten wellicht. Dat lekker. Ook. Nou, bedankt voor jullie introductie. We gaan nu verder met het Belgen team. Vertel eens wat over jullie team. Frikandel speciaal. Patat mayonaise, nee. Dat is redelijk Belgisch, ja. Gewoon het beste land dat er bestaat. Nou, nu beide teams zijn voorgesteld, zullen we maar beginnen. Het idee is een soort quiz, Nederland tegen België. En we gaan kijken wie de meeste dingen over elkaar weten. De Nederlanders krijgen vragen over België en de Belgen krijgen vragen over Nederland. En daarbij hebben we ook onze vakjury Kevin. En die staat aan de linkerkant van de studio. Ja, dat klopt helemaal. Dat is mooi. En wat ga jij vanavond doen of vandaag doen voor ons? Ik ga kijken hoe de beide teams of ze goede punten krijgen. Of... En aan het einde kom jij met de gouden envelop met, met het antwoord. Oké, helemaal mooi. Dan denk ik... Ik vergat bijna, want we moeten onze huisband ook nog even voorstellen. Die staat aan de rechterkant van de studio. Dat is onze grote vriend Dio. Ja, dankjewel Leroy. Ik heb alleen geen idee waarom ze mij hier neergezet hebben. En ook... zonder band, maar we improviseren wel wat, dat komt goed. Dat had te maken met de crisis, bezuinigingen. Gauw terug naar mij. Nou, dan gaan we denk ik beginnen met de quiz. België tegen Nederland, en wie wilt er als eerste beginnen? Doe maar die Hollanders, die weten toch niet. De Nederlanders, die krijgen als eerste de vragen over België. En dat is toch wel een makkelijke vraag om even in te komen. En dat is vraag 1. Hoeveel verschillende talen worden er gesproken over heel België? Dat zijn er toch 3? Volgens mij ook, ja. Ja? Gaan jullie voor het antwoord 3? Ja. Nou, dat is correct. Ja. Weet jullie misschien ook welke talen dat zijn? Frans. Dat is Belgisch. Frans. Ja, Vlaams. Nederlands geloof ik. Niet. Vlaams en Nederlands hetzelfde. Het is eigenlijk Nederlands, Frans en Duits. Belgisch bestaat niet. Belgisch en Vlaams bestaat eigenlijk. Vlaams is dat een dialect? Dat kunnen we dan meteen. Vlaams is een dialect, ja. Dat is een dialect. We praten eigenlijk gewoon Nederlands en dan Vlaams is een afgeleide van het Nederlands, denk ik. Ja. Noord-Nederlands. Maar de vraag is wel goed, want het ging over hoeveel talen er werden gesproken. Dus 1 punt voor Nederland. Yay! Oh. Yay! Chuckles. Nou zeg! Voor de rest zijn we heel sportief hoor. Ja, is dat zo? Volgende vraag, kom. Hup. Rustig aan, hè? Nou, dan voor jullie een vraag over Nederland. En dat is, hoeveel provincies stelt Nederland? Oh nee. Nee, dan weet je niet. 12, niet? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Dan maar gokken. 4. 4, nee. 69. Nee. Gokken 12. 12, ja, dat is correct. Echt? Wow. High five, Shield. Ja, dat vind ik wel goed hoor. Voor een gok is dat zeker goed. Weet jullie ze ook allemaal op te noemen? Noord-Holland. Dat klopt. Zuid-Holland waarschijnlijk ook nog. Klopt. Ja, dat klopt ook. Zeeland. Klopt ja. Ook. Ja. Brabant. Ja. Ja. Gelderland. Ja. Ja, ja. Friesland. Ja. 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 Den Haag is geen provincie. Nee, dat is een stad. Dat is een stad, ja. God. Nee, kom. Jullie hebben er al 6. Dat is de helft. Dat vind ik best goed. Waar liggen die hunebedden? Hunebedden? Ja, hunebedden, ja. Waar liggen die, ja? Friesland, het zijn allemaal Friesen. Nee, het ligt eronder. Ligt
Nou ja, nee, onder Groningen. Maar ligt naast Friesland. Die ligt er onder een hunnebed. Maar waar is een hunnebed? Waar is een hunnebed? Drenthe, ja, Drenthe. Drenthe, we hebben ook nog Groningen, Flevoland. Overijssel. Overijssel. Limburg. Gelderland is gezegd. En Utrecht. Nee. Ja. Utrecht, ik dacht dat dat een stad was. Dat is ook een stad. Ook? Ja, ook een stad. De deegjes waren op van Nederland. Ja, dat wij provincie Antwerpen hebben en de stad Antwerpen. Nou, de Nederlanders hebben 1 punt en de Belgen hebben ook 1 punt. Dus het staat 1-1. Dat waren dus de puntentelling. Bedankt Kevin daarvoor. En de Nederlanders staan voor met 1-1 tegen de Belgen. Wat? Dit staat gelijk. Oh, dacht het al. En dan komt uiteraard nou de vraag voor onze Nederlanders. En ik wil je vragen om op je stoel te blijven zitten, Pieter. Oké, dankjewel. En jij ook, Draak. De vraag voor de Nederlanders, dat is misschien wel een leuke. Dat is een multiple choice vraag. Jij. Welk land is geen buurland van België? Is dat Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk of Luxemburg? Volgens mij... Dat ze ook niet weten. Ik denk Duitsland. Ik ben niet zeker. Oh nee, want dat is het begin van de punt, toch? Ja. Overijs. Oostenrijk wel. Welke landen is ook alweer? Frankrijk ook. Nee, ja, ik heb het één keer gezegd. No. Ja, ik ga ook voor Duitsland, ja. Nee, ik ga voor Duitsland. Ja, we gaan voor Duitsland. Nee! Oh. Het is toch echt Oostenrijk? Oostenrijk is geen buurland van België. Ja! Oh. Daarom dat dus we ook Duits praten, hè? Ja. Ja. Maar in Oostenrijk praten ze ook Duits, Pieter. Ja, dus... maar... Nee, maar... We hebben een stukje Duitsland gekregen. Met de oorlog. En daarom hebben we een klein stukje in België dat Duits praat. Nou, dat is niet gekregen, Pieter. Hey, gestolen dan. Okay. Oh! Waar een aard van de Belgen komt hier naar boven, hoor. Mossels. Mossels. Die komen uit Zeeland, by the way. En de puntentelling is nog steeds 1-1 na een ronde van... een verliesronde voor de Nederlanders. En dan gaan we door met de vraag voor de Belgen. Die gaat over Nederland. En dat is een leuke vraag, vind ik zelf. Wat is de meest voorkomende achternaam in Nederland? Is dat Hopjes? Is dat De Vries? Is dat Karelsen? Of is dat Naaktgeborene? Chill. Ja. Ik denk dat dat De Vries is. De Vries, ja, dat was ook het eerste dat ik dacht. Ja. En trouwens, zijn jullie voor De Vries? Ze gaan ons oplichten. Dan had die punten tellen ook al. Oké, De Vries. Ja. Ja, dat is correct. Dus 2-1 voor de Belgen. Ja! En dat waren de vragenrondes. En de volgende ronde die gaan we doen met onze enige echte huisband. En dat is Gio. En Gio, ben je er klaar voor? Ik ben er zeker weten klaar voor. Want wat ga jij doen? Nou, Leroy, als ik het goed heb begrepen van jou, gaan we nu de volgende ronde doen. En dat houdt in dat het Nederlandse team een liedje moet gaan raden. En het Belgische team een liedje moet gaan raden. Dat klopt uiteraard. Dus ik heb een kleine selectie van nummers gemaakt. En wie is het achterstaande team? Wie heeft er nu het minste punt op het moment? Dat kunnen denk ik... Momenteel zijn dat de Nederlanders. Ja, Kevin, dankjewel. De Nederlanders staan helaas achter met een 2-1 tegen de Belgen. Dan denk ik dat het een verstandige keuze is om de Nederlanders eerst een liedje voor te schotelen. We wachten even op Giovanni en tot die tijd gaan wij babbelen over waarom België nou leuker is dan Nederland en vice versa, waarom Nederland leuker is dan België. Daar hebben de teams allebei 1 minuut voor om eigenlijk een soort van discussie aan te gaan welk land er nou beter is. En ik zou zeggen, we beginnen nu. Kaas. Frieten. Nu Tulpen. Weet je niets meer, hè? Oh. Viooltjes. Jooltjes. is dat Belgische viooltjes? De nee, Vries. Maar we hebben gewoon mooie. De Vries. Frietbaron. Wat? Wij halen tenminste ons eten niet uit de muur. Nee, maar uit de frituur.
Bij jullie is het elke dag frietuur. Bij jullie is de friet duur. Maar bij ons is het tenminste authentiek en niet van plastic. Nee, bij jullie zijn de huizen gebouwd van een frietmuur. Jullie huizen lijken allemaal... Jullie zitten helemaal met frituur. Als jullie ziek zijn, nemen jullie een frietkuur. Jullie huizen lijken allemaal op elkaar, want jullie hebben geen architectuur. Wij hebben Sinterklaas. Wij ook domme leden. Jullie huizen liggen te ver van elkaar. Ja, wij hebben tenminste nog een zwarte piet. Die van jullie is ingehuurd. Ja. Maar dan is de vraag, hebben jullie ook een Sinterklaasje nou? Weet je, wordt je blok? Nee, ja. wij hebben tenminste dag Sinterklaasje, een programma op Catnet. Met één zwarte piet. Nee, met één zwarte piet. En dat programma... Zoals de cameraman bemoeit zich met deze prachtige discussie, heerlijk. U heeft trouwens een fantastische werkcameraman. Dankjewel. Ja, je hebt je script goed onthouden hier, wat? Dan ligt die set niet helemaal goed. Oh, kan dit nooit serieus? Wij denken dat Giovanni klaar is met zingen. Ja, dat dit... Is je gitaar alleen geplukt? Ja, we doen het a cappella vandaag. Nou, het eerste nummer en de eerste vraag is natuurlijk voor de Nederlanders. Ik ga een stukje van een liedje zingen. Jullie gaan raden wie het zingt en welk nummer het is. Zijn jullie er klaar voor? Helemaal. Ja? Er zijn speelse honden, saaie honden, lelijke en fraaie honden, maar de allerliefste hond is... Samson. En fel... Hey, wat hoorde ik daar? Ja, het is... Samson. 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 De intro song van Samson en Gert. Dat is toch die politicus van de PvdA? Ja, volgens mij wel. Opstel. PvdA. Pannenkoeken van de Aldi. Pannenkoeken van de Aldi. Kevin, is deze vraag goedgekeurd? Nou, ik zeg, deze vraag is goedgekeurd. Ik hoorde Samson, dus... Ja, het klopt inderdaad wel. Het is inderdaad het intro liedje van Samson en Gert. Yeah! Wow. Dus dat is een half punt. Ik vind het een half punt, want ze zei Samson en niet Samson en Gert. Ja, waar is Gert? Ja. Irma zei Samson en Gert. Ja. Nou, dan is het... Nee, ze zei Samson en Gert. Ja. Dat telt niet. Gerst. Nou, voor de Belgen hetzelfde verhaal. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Nee. Ja. Komt-ie aan. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. Maar dan denk ik aan Jolien Brand, ik ben een licht. Wauw. Dit moet genoeg zijn voor jullie. Ja. Iedereen gaat dit behalve mee, denk ik. Ja, ik ga het ook. Ja. Het is zo erg, hè. Is het niet mijn Hotel Transavia of zo? Of... Het is een Stromae met ik ben een licht. Ja. Ja. Nou. Ja. Nee. Weet je niet Belgen? Nee. Wordt er niet, heel toevallig... Pieter. Hebben jullie heel toevallig de tv-zender Comedy Central? Nee. Kennen jullie, want in Duitsland kennen ze dit wel, uit Nederland natuurlijk de New Kids. Ja. Ja. In New Kids hoor je aan het begin van elke aflevering het liedje Brabant van Guus Meeuwis. Helaas. Dat is dus geen punt voor onze lieve Belgen. En ze... Wat doen jullie nou? Zit er iets niet goed?
Oh, nee, ik denk... Last van rugpijn misschien? Ik denk die gooit een glas water over zijn broek of zo. Dat is dus zo zat toch zonde zijn. Dit niet dus. Nou, dat is dus... ja, een foutieve vraag. En Kevin, wat is nu de stand? Nou, Leroy, de tussenstand is zo... De Nederlanders hebben 2 punten en de Belgen hebben ook 2 punten. Gelijkspel. En dan gaan we naar de laatste ronde. En ik zal jullie even het concept uitleggen van de laatste ronde. Het is een inschattingsronde waarbij we aan het Nederlandse team een vraag stellen. En die gaan een schatting geven waarop het Belgische team moet zeggen of het antwoord hoger of lager ligt. Als het Belgische team dat goed heeft, dan krijgen zij een punt. Hebben ze het fout, gaat het punt naar de Nederlanders. En zo doen we het ook andersom met de Belgen. Dus we beginnen met de eerste vraag. En ik ga vragen aan Team Nederland om een schatting te geven hoeveel inwoners Nederland had in 2015. Dan denk ik, Irma, 17,5 miljoen. Daar ben ik het mee eens. Dus jullie gaan voor 17,5 miljoen? Oké. Okay. Ja. En wat denken de Belgen van deze schatting? Denken de Belgen dat het hoger is dan 17,5 miljoen of denken de Belgen dat het lager is dan 17,5 miljoen? Ik denk dat het lager is. Ik ook. Jij ook? Ja. Ja, dat is goed. Echt? Ja, goed voor jullie. Nederland telt in 2015 16.908.443 inwoners. Oeh. Waarmee je er dus ongeveer 600.000 naast staat, Team Nederland. Helaas, dus dat is een punt voor onze Belgen. In 2040 zal het toenemen tot 17,8 miljoen. Dus dat komen we elke keer... Ja, mensen bij. Dus als deze vraag in 2040 gesteld zou zijn, dan hadden de Belgen het fout. Maar we leven in 2015, dus het punt gaat naar de Belgen. High five. De volgende vraag is voor onze Nederlanders, en die ga ik stellen aan de Belgen, want die moeten een schatting maken. En je raadt het al, hoeveel inwoners had België, maar dan niet in 2015, maar in 2013? Oh. Hoeveel schatten we? Maar ik heb geen flauw benul, want ik denk iets... Ik schat iets rond de 8 miljoen. Ja. 8 miljoen. 8 miljoen. Nou, dan zeg ik sowieso meer. 8 miljoen, ik okay, denk ook dan... meer. Ja, denken jullie meer? Denk het. Ja. Nou, dan hebben jullie het goed. Dat is ook zo. Het waren dus 11.099.554 in 2013. Dus daar toch bijna. 11,2. Oh my god, we zaten er wel dichtbij. Nee, dat scheelde 3 miljoen, Pieter. Ah, ik dacht 8 miljoen. Oeps. Ze zijn naast dom ook nog eens doof. Het is van alle papegaaienvoedselen mee, hoor. Nou, dat was het einde van deze ronde. Bedankt bij de teams Nederland en België. Bedankt Kevin voor het... Het ondersteunen en bedankt Gio voor zijn prachtige vocale noten tijdens deze quiz. Ja, Leroy, hartstikke geweldig om te doen natuurlijk, alsjeblieft. Ik ben niet aansprakelijk voor enkele en enige gehoorschade. Daarvoor zou je toch even je verzekering in moeten lichten, maar ik denk dat dat helemaal goed komt. Ik verzeker jou. Horen die cameramannen hun melding gewoon te houden? Nou, daarbij zijn we aan het eind gekomen van deze quiz Nederland tegen België. Het is gelijk, dus nou ja, dat is leuk nieuws, denk ik. Allemaal winnaars. En misschien in het volgende deel van deze quiz. Misschien andere mensen, misschien dezelfde. En dan gaan we kijken wie er dan wint. Nederlanders tegen de Belgen 2-2, of 3-3, sorry, het was 3-3. Tot de volgende keer. Is Pieter er weer? Weer zeker? Nee. Het net gezeker al. Lekker baas. Ja, echt hè, lekker protten. Lekker protten. Proper. Dokter Proper. Dokter Rutger. Wat schattend.